John, welkom in het programma. We hebben je eventjes wat anders te drinken gegeven, ja. Want het is weer zover. Jij bent zo'n rupsje nooit genoeg. Jij organiseert een feest en dan zeg je altijd tegen mij, zijn blij is het goed is gegaan en dat het afgelopen is. En dan eventjes genieten. Nou, dat genieten bij jou, dat duurt meestal drie minuten of drie dagen, geloof ik. Want we gaan alweer naar oktober kijken. Wat komt eraan? We gaan een origineel oktoberfest organiseren in de Grote Kerk. Wat is een oktoberfest? Een oktoberfest is een gezellig themafeest. Ja. Een Duits getint, eigenlijk volledig Duits. Komt uit de Beieren. Daar heb je van die grote schuren en tenten. En na het oktoberfest in München kent iedereen denk ik wel. Ja, ik ben er zelf een paar keer geweest. Het is het grootste evenement van de wereld. Ja. En toen dachten we, nou, dat is ook wel leuk om dat naar Schiedam toe te halen. Dus we gaan de kerk ombouwen tot een oktoberfest locatie. Ja. Moet je daar toestemming voor hebben? Met dergelijke vrolijke kleding, laten we het zo omschrijven. Want het is wel de kerk. Er zullen toch wat oude traditionele kerkgangers zeggen, moet dat allemaal in de kerk? Maar het wordt geen baggenaal, toch? Nee, helemaal. Het wordt gewoon een mooi, leuk feest. Zo is het. Ja. Vol met banken, met lekker eten, lekker drinken en voor entertainment de hele avond. Nou, door. Precies die entertainment, dat wilde ik aan je vragen. Ik heb het zelf ook een keer mogen meemaken toen ik in militaire dienst in Duitsland zat. Maar omschrijf jij eens, wat is? Het is niet zomaar even, we zetten een paar artiesten op de bühne en hartstikke idee. Nee, het is wel de bedoeling dat de mensen, die zitten natuurlijk aan die banken, die hebben gezellig een biertje en die gaan wat eten. De grote pullen? De grote pullen. Ja. Gaan mensen mee naar huis nemen, hè? Daar ben je voor gewaarschuwd, hè? Daar ben ik helemaal voor gewaarschuwd. We hebben wel een leuk concept. We krijgen dus aan die tafels kunnen mensen een eigen biervaatje hebben of een doosje wijn. Okay. Dus dan blijven ze gezellig zitten. Dan kunnen ze zelf de biertje tappen. Hartstikke je kan leuk. Ook per tafel bestellen, John, als je dat wil. Met een eigen ploegje. Ja. Dat je en die gaat ook erg goed. Dat is juist leuk om te vinden. Dus het is hartstikke leuk om of met je medewerkers of met je vrienden gewoon een tafel voor 8 of voor 16 personen te bestellen. Ja. Ja. En dat gebeurt nu heel erg goed. Ja. Dus. En dat is eigenlijk ook een beetje bedoeld dat je met elkaar een leuke avond hebt. Maar ik denk dat Jan Willem bedoelt in de kerk hoempa-orkesten. Want dat is ook natuurlijk... We hebben wel iets van hoempapa, maar wij doen het toch wel... Ook iets wel een anders. Beetje genuanceerd. Goed op zaterdagavond mag ik graag kijken naar de beste zangers van Nederland. Daar zit Danny Christian. Die verrast mij verschrikkelijk positief met dat hij veel meer kan dan hoeba 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 op en zo. Ja. Die is bij jullie te gast. Ja, dat klopt. Had je hem al geboekt voordat hij succes had op het, op het eiland? Nee, we hebben hem geboekt omdat wij van andere organisatoren die ook Oktoberfest organiseren zeggen dat hij een hitseller is. Dus hij zorgt echt dat de boel op zijn kop komt. En natuurlijk mijn ervaring met Maasbloemenfeest. Gaat al jarenlang mee natuurlijk. We hebben natuurlijk een paar keer Maasbloemenfeest gehad. Niet omdat hij zo beroemd toen was, maar wel omdat hij gewoon het veld volzette en mensen een feestje gaf. Nou, het is een goede entertainer. Nou, kijk, iedere zanger is geen entertainer natuurlijk, maar hij kan echt het publiek bespelen. Ja. En dat is belangrijk. Dus daarom hebben we het. Is hij de hoofdact? Is dat dan hij is wel de hoofdact, het maar het is gewoon het. Nee, het is niet het einde. Want daarna hebben we DJ Timmy Tirol. Ja. En die gaat er dan even een echt feestje van maken. Ja. Tot hoe later? In de kleine tot uurtjes? Tot 1 uur. Tot 1 uur. Normale tijd. Dat is de maximale tijd voor in den kerk. Is er nou dan de andere dag gewoon weer een kerkdienst, joh? Nee, dan is de opruimdienst. Ja, dan hebben jullie de beruchte opruimdienst. Hè? Dan moet iedereen om 8-9 uur present Wat wij doen, we bouwen natuurlijk de kerk op. En op zaterdagmiddag leveren de kerk weer picobello. Ja. Zo schoon als wat, lever dat weer op. Ja. John, men kent jou van de legendarische Brandersfeest of Maasboulevardfeesten die we nu weer noden misten. Want ik heb al diverse mensen gesproken die zeiden van ja, rond deze tijd ga je dat kriebelen. Ja. Nou zit jij zelf met je Creever events ook allerlei dingen te organiseren. Wat kan jij zeggen van het gehalte festiviteiten in Schiedam zo langzamerhand? Want jij weet als geen ander wat er allemaal gebeurt. Nou, wat ik leuk vind is, kijk, het was natuurlijk niet leuk om met Maasboulevardfeest te stoppen. Maar wat wel gebeurde is dat er een aantal wel nog meer evenementen in Schiedam. Dus er zijn genoeg vervangers gekomen voor het Maasboulevardfeest. Ja. Wel veel meer in de binnenstad en minder in de randgebieden. Dat is mij wel opgevallen. Dus geen Beatrixpark, geen Maasboulevard. Ja, toevallig vandaag is er geloof ik wat. En dan heb je dan wel eens een rommelmarkt, maar geen grootschalig evenement. Nee. Dus dat is aan de ene kant jammer. Aan de andere kant denk ik, ja, het gebeurt ook wel in elke stad in het centrum. Dus vooral ook in Schiedam laten we Wat zou maar jij niet nog... alleen de Goorzenaren misten het, eigenlijk ook in de regio. Ja. Want Vlaardingers kwamen ook graag naar de Maasboulevard. Ja, Wat zou je nog toe willen voegen? Wat zou je nog toe willen voegen aan een feest wat we nog niet hebben in Schiedam? Ik wil graag, doe ik ook mijn bijdrage leveren om Koningsdag grootschaliger te maken in het centrum. En mijn ultieme wens is nu nog op bevrijdingsdag een mooi evenement in het centrum te organiseren. Ja,
En die plannen lopen. Iets met leger dan, een assortiment? Gewoon een mooi bevrijdingsfestival. We hebben dat een keer gehad, hè? Ja. Geloof even snel rekenen, 7 jaar geleden. Met al die oude voertuigen. Ja. Vond ik ook in de plantage, vond het een fantastische happening. Ja. En dat is een beetje iets waarvan je zegt van... Dat zit nog in de koker, zeg maar. En goed amusement, Jan, want die hebben wij toen nog eens gehaald. Dat was die militaire act met die Andrew Sisters. Ja, ja, was fantastisch. Ja. John, even terug naar het feest in oktober. Want het gaat harder dan mensen soms denken. Niet zo erg als dat je besluit uiteindelijk van... nou, laten we er lekker naartoe gaan en de kaarten zijn op. Hoe gaat dat gebeuren? www.oktoberfest.com. Het is natuurlijk een internationaal feest, dus we hebben de com achtergezet. Maar je moet er wel snel bij zijn, want de laatste feesten van jou waren ook een succes. Ja. Dus het mond-op-mond reclame gaat snel door, want ik was... gisteravond in Noord en ging het ook al rond. Dus, het gerucht gaat. Het gerucht gaat. Is er een leeftijd? Volle bak. 14, 16? 18 plus. 18 plus. Gewoon. Niet, geen kindertjes geen erbij. Kinderen, is zo'n dominee nou nooit eens een keer jaloers dat jij altijd de volle bak hebt en hij maar een half? Joh. Het is een zij, het is een vrouwelijke dominee. Is heel lief, ja, maar daar, zijn, daar worden gesprekken over gevoerd. Dat jij een keer op zondag op de kansel staat en zij komt een keer bij een oktoberfeest. Wat ik wel wil zeggen, doen we nu wat evenementen in de kerk. En wat je ziet is dat... de kerk wel wat toegankelijk is geworden. Mensen gewoon op een hele andere manier ook gewoon naar de kerk kijken. Want het is gewoon een gemeenschapshuis waar iedereen van alles kan doen. En er gebeuren hele mooie concerten, maar ook hele leuke feesten. Vroeger stonden er markten in de kerk, dus beesten, alles. Maar, wat John zegt, die barrière is een beetje weggenomen. Ja. Men komt graag ook eens binnen kijken, alleen al eens gewoon om te zien hoe het daar in elkaar zit. Dus het is gewoon een win-win situatie, noem ik altijd maar. Ja. Ja. Maar en Oktoberfest gaat daar een hele belangrijke bijdrage aan leveren. Zo is dat. Nou, even de kledij. Het is altijd leuk natuurlijk, de dames met een, dat is een hele moeilijke open vestibule. Nee, hoeft niet open. Nee? dat zag ik dan wel in München, hoor, John. Ja, er zullen wel dames zijn die zich afvragen, hoe kom je aan zo'n jurkje? Nou, wat we gaan doen, we hebben een samenwerking met onder andere Stripes Jean Store. En die gaat vanaf de brandersfeesten gaan zijn hoek inrichten. Bij al die spulletjes kan want kopen. Want dat zal toch een beetje geïmporteerd door hen moeten worden. Wij zijn daar mee bezig natuurlijk. Ja, dat, dus, we gaan het echt een mooi goed feest maken. En je hebt heel goed eten. En we zijn daar ook mee in gesprek met een... En je hebt van de week beloofd in het radioprogramma op woensdag dat je zelf in een Tiroler hozen gaat lopen. Ja. Met zo'n petje, met gelukkig zo'n veertje. Gelukkig beloof ik wel eens meer wat. Nee, natuurlijk gaan we dat doen. Maar wat is al je volgende idee? Want jouw kennende... Jij rust dan even uit, je geniet, zeg je dan, maar dan heb je alweer wat in je hoofd zitten. We hebben nog op 10 november gaan we nog wat doen. Ja. En we gaan nog wat Disco Dance Night doen. Ja. Maar niet te snel vooruit lopen, John, want voorlopig moeten we nog aan de zomer beginnen. Toch? Precies, maar er gaan leuke dingen nog komen. En vandaag Schiedam, en Vlaamingen, volgende week de Lange Haven. Er zit genoeg voor Schiedammers in de pijp. En wat ook mooi is, wat ik hoor, mensen tussen de 30 en de 50 zijn er gelukkig mee. Want er waren voor die mensen niet veel dingen... Dat je, die gaan ook niet altijd in de kroeg hangen. Nee, en ik beloof iedereen van die leeftijd zeker... dat we de komende vanaf september elke maand zeker ergens in de regio of in de buurt... een heel mooi feest organiseren waar wij dus een bijdrage aan leveren. Vind ik een mooie afsluiting, Jan. Ja, vind ik een mooie afsluiting. John, bedankt voor je komst. We wensen je een fijn weekend toe en tot de volgende keer. Oké. Dankjewel.